zo is het. Nou, we gaan in ieder geval aan boord. Ja, nee, die nemen we niet. We nemen deze. Zo. Dames en heren, op de behouden vaart. Het was in het voorjaar van 2001 dat er een Haagse makelaarsdroom ontstond. Hoe krijgen we het voor elkaar om Babylon te verkopen, CQ aan te kopen? Welke gek. Wil men überhaupt wel verkopen? Wie kan er kopen? En wie wil er kopen? En zeer belangrijk, hoe flikken we dat dan? Wij hebben met het bedrijf het beruchte Babylon in Den Haag overgenomen. En het was van vijf partijen. En die hebben me uitgenodigd om in mijn hometown een feestje te vieren. Sommige van deze mensen vind ik ongelooflijk gezellig. Het enige probleem is als je met deze groep mensen dat je altijd wel op zaken terecht komt. Dat is het enige. Voor deze is het ongelooflijk gezellig. Hey, maar waar voel je je nou het meest thuis? Thuis. Hey, maar bij krakers of bij mensen in keurige pakken? Bij krakers. Huh? Omdat ik heel ontspannen met ze kan communiceren. Heel ontspannen. Eigenlijk blijf je gewoon altijd een gewone jongen. Nee. Hè? Nee. Nee. Gewoon, Nee, wat is nou gewone jongen? Kijk, in Nederland is het zo, als je gewone jongen bent, zeggen mensen, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Dus dan steek je je kop weer boven het maaiveld uit, dan komen er 24 zijzen aan en die hakken je kop eraf. Ik kan maar één ding doen, dat is hetgeen wat ik nu doe.